laatste half uurtje van de Barneval-verkiezingen. En dat komt nog steeds hier vanuit de Vlieren. Want daar is de studio van Baronie TV gevestigd. Ja, en nu bij ons te gast de best geklede artiesten van deze Barneval-verkiezingen. Wat zien jullie er mooi uit, zeg. Mooie jasjes hebben jullie aan. Wij wouden eerst Drie Koningen gaan zingen, maar dat is al voorbij. Ja, dat is al voorbij. We gaan, ja, waren we met drieën geweest, hè? We gaan toch alweer Drie Koningen. Geef mij een nieuwe hoed, zoiets, hè? Dat is voorbij. Ja, dat is voorbij. Dubbelzicht doet al jaren mee, ook aan de Barneval-verkiezing. Ja, hoe kom je eraan, hè? Dat is van informatie en niet te breed en daar te lang. En dan, nou ja, dan kom je vanzelf op een gegeven moment en kom erachter. Ja, hey, daar zou ik me ook wel eens aan mee kunnen doen. Nou, en dat gaat al jaren eigenlijk echt leuk. En jullie hebben ook al meegedaan aan een andere verkiezing. Ja. En daar zijn jullie winnaar geworden, toch? Het beste West-Brabantse carnavalslied, hè? Verkiezing in Hoeven. En dat was weer geweldig. Een prachtige beker, maar die zijn jullie vergeten mee te nemen. Ja, vergeten mee te brengen. Maar die mochten we eigenlijk niet meenemen, laat ik het zo zeggen. Zo mocht je die niet meenemen? Ja, voor mij wel, hoor. Tuurlijk wel. Ja. Okay. Maar goed, het is weer een hele andere verkiezing. En we hebben de vakjury die zich zo dadelijk over jullie liedje gaat buigen. En daarna de kijker. Want ja, dat is eigenlijk het mooiste, hè, dat de kijkers van Baronie TV zich uit gaan spreken over jullie liedje. Wie hebben jullie verder nog meegebracht? Ja, dat is mee van de beste bands uit een omtrek. Dat is Dus. Dat is D-U-S-Z. Het is gewoon de beste kapel die we konden vinden. Ja. En die waren bereid om ons een klein beetje bij te staan. En dat doen ze gewoon geweldig. Dus is dat. Goed, dus. Dubbelzicht, het is liedje 21 en het nummer heet Het Carnavalsgevoel. Hè? Carnavalsgevoel. Ja, dat hoort erbij tijdens deze dagen. Liedje 21 in de Barnevalsliedverkiezing, Dubbelzicht. Met z'n allen, alles voor mekaar. Wacht toch niet op morgen, maar doe het nog vandaag. Alles met z'n allen, alles voor mekaar. Haak alles mee mekaar, het doet, komt alles voor mekaar. Alles met z'n allen, alles voor mekaar. Wacht toch niet op morgen, maar doe het nog vandaag. Alles met z'n allen, alles voor mekaar. Haak alles mee mekaar, het doet, komt alles voor mekaar. De tijd die is gekomen, dat wij weer bouwen gaan. Dan zijn we weer met velen, het komt er weer op aan. We bouwen maar op feesten, de vlag gaat weer in op. We lopen met z'n allen, vier dagen weer voorop. Dat carnavalsgevoel, dat is nou eenmaal cool. Dus alles met z'n allen, alles voor mekaar. Wacht toch niet tot morgen, maar doe het nog vandaag. Alles met z'n allen, alles voor mekaar. Haak alles bij mekaar, het doet, komt alles voor mekaar. Dus alles met z'n allen, alles voor mekaar. Wacht toch niet tot morgen, maar doe het nog vandaag. Alles met z'n allen, alles voor mekaar. Haak alles mee mekaar, het doet, komt alles voor mekaar. Laat het maar gebeuren, het komt vanzelf goed. Maar doe het met z'n allen, in voor- en tegenspoed. Om carnaval te vieren, dan gaan wij zij aan zij. Dan staan wij met z'n allen, ook vooraan in de rij. Dat carnavalsgevoel, dat is nou eenmaal cool. Dus alles met z'n allen, alles voor mekaar. Wacht toch niet tot morgen, maar doe het nog vandaag. Alles met z'n allen, alles voor mekaar. Haak alles mee mekaar, het doet, komt alles voor mekaar. La 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 la. Met z'n allen, alles voor mekaar. Haak alles mee mekaar, het doet, komt alles voor mekaar. Haak alles mee mekaar, het doet, komt alles voor mekaar. Dat was Dubbelzicht, liedje nummer 21. Ja, ik zag hierachter zag ik een paar worsten liggen. Ik weet niet, dames van Chancé, kunnen jullie daar wat mee toevallig? Nou, dat komt goed uit. We waren ze kwijt. Jullie waren ze kwijt. Ja, nou, wacht. Pak vast. Worst 1, worst 2. Het is maar een beetje een lapperde poepie worstje, hè?
een slappe bedoeling, zeggen wij. Ja, slappe bedoeling. We doen het er maar eventjes mee. Hè. Zeg, Chanché, jullie draaien al een aantal jaartjes weer mee. Ja, het gaat hartstikke lekker. We vinden het nog steeds ontzettend leuk om te doen. En als carnaval begint, dan begint het bij ons ook te kriebelen. Hè? Doen jullie ook buiten carnaval nog wat? Of zijn jullie dan in jullie zomerslaap? Nee, daar zijn we ook niet in onze zomerslaap. Wij treden ook in het weekend heel vaak op. Dus voor ons is het elk jaar carnaval. Of elke maand is het carnaval. Ja, dus, jullie feesten gewoon heel het jaar door. Altijd feest, ja. Nou, jullie hebben er een gezellig cafeetje van gemaakt. Ja. En ik kom natuurlijk niet voor niks met die worstjes aanlopen. Want daar gaat het over, hè, jullie liedje van dit jaar. Ja, we zijn ons worstje kwijt, dames en heren. Ja, wat een probleem, hè. Ja, dat kan wel eens een probleem zijn, hè. Ja. Toch? Ja, nou goed, ik ga er verder niet op in, want ik zou er van alles op kunnen zeggen. Maar zo ben ik niet. Dat doe ik vandaag eens lekker een keer niet. Liedje nummer 22 uit de Barnevalsliedverkiezing. Hier is Chanché. Gezellig uit met die twee meiden van Chanché. En dat was liedje nummer 22. Gaan we door naar 23. En ik denk dat we jou zo dadelijk niet herkennen. Wimmeke? Ja, klopt. Ja. Want jij bent de nar van het zwaaigat.
Ik ben normaal gesproken de nar van het zwaaigat. Ja, klopt. Ja, dat is leur, hè? Dat is leur, ja. Ja. En, maar ja, mensen kennen jou natuurlijk helemaal gesminkt. Ja, de meeste mensen zullen mij alleen herkennen als ik helemaal gesminkt ben. Ja, ja vandaag een keer niet. Ja. Maar dat zien we zo dadelijk wel in de clip. Want jullie hebben zelf een clip opgenomen. Samen met de kasteleins. Jij bent de kastelein. Ja, ik heb dan een café op de lucht. En samen hebben we het initiatief genomen om eens een liedje te maken. Nou, is goed aangeslagen. En de locatie hadden we al om een mooie clip op te nemen. Ja. Dus daar hebben we maar gebruik van gemaakt. Bij jou in het café natuurlijk. Uiteraard. Ja. En dit is de accordeonist. Ik ben de accordeonist en een klein beetje de bedenker van het liedje. En ons liedje dat wij vorig jaar hadden, dat sloeg eigenlijk al best heel goed aan. Hadden we eigenlijk een klein beetje voor de flauwekul gedaan. En toen kwamen deze twee heren die kwamen mee het besluit om dit jaar eigenlijk een klein beetje serieus met het Songfestival mee te doen. En tot onze grote verbazing, wij kwamen als nummer 1 uit de bus. Nou, kijk eens aan, hartstikke mooi, hartstikke leuk. Het winnende liedje van Etteleur. Ja, dat klopt. Mag ik het zo zeggen. En dan hadden we ook nog de Sissy Girls of zo? Ja, dat klopt. Dat was de jeugdinzendingen en wij hebben dan bij de volwassenen gewonnen. Ah, kijk eens aan. Nou, allemaal mooi geregeld. En Wimke, jij gaat zo dadelijk zingen dus, maar wij gaan naar de clip kijken, hè? Is goed. Ik ga me omkleden. Goed zo. Nou, wij starten de clip. Hier is liedje 23 in de Barnevalsliedverkiezing. Wilde jou een auto gaan parkeren, is er uitgerekend net geen vak meer vrij. Nog een stopverbod, weinig rijden op. Als bestuurder ben de winkel niet zo blij. Gaan ze ook de weg nog asfalteren en de file duurt al langer dan een uur. Sta de grap vergek en er weer geen plek en daar rijden soms een beetje over. Nou, dan loopt het soms een tikkie uit de hand. Tot na sluitingstijd, vul gezelligheid. Maar dan valt het doek voor jou als vaste klant. Je besluit dan gauw naar huis te lopen. Dat is het beste nog voor jou in dat geval. Want een beetje blauw meegde jij al gauw. Die soep die is vanavond veel te smal. Van links naar rechts. Kunnen op het veld hoe communiceren? Wil je scoren, sta je altijd buitenspel. Technisch niet uniek, best wel fanatiek. Niet wat onbeheerst en dikwijls wat te fel. Moet je vaak een touwtje incasseren. Maak een rilt er af en toe ook eentje uit. Roep dan doodbedaard bij je rode kaart. Als de scheids dan op zijn fluitje fluit. Van links naar rechts, en soms moet ook een stukje achteruit. Van links naar rechts, en dan draai je nog een rondje tot besluit. Het is bekaard gedaan met de malaise, want de crisis die loopt stevig op zijn nek. Niks meer geld tekort, maar op wintersport, geef gerust een rondje. Maak een hele lange polonaise en ga lekker uit je dak met carnaval. En kom door de bocht, nee dat gouden bocht, klimde gij ook uit dat financiële dal. Van links naar rechts en soms moet er ook een stukje achteruit. Van links naar rechts en we draaien nog een rondje tot besluit. Van links naar rechts, en we draaien nog een rondje tot besluit. En we draaien nog
2020 was dat uit de Barnevalsliedverkiezing. Ja, en ik had gezegd, we hebben er 22 en 2, dus in totaal 24. Maar ja, dat laatste liedje wat meedoet aan die Barnevalsliedverkiezing, dat wordt gezongen door mijn collega Mitch Kerstens en door Tommy Lips. En al die artiesten die zijn hier vandaag allemaal langsgekomen. Maar ja, u hebt misschien vanmiddag al wel gekeken naar de uitzending, naar de opening van het programma van Baronie TV. En Tommy Lips, die zit een beetje in de lappenmand. Hij heeft zijn been gebroken. Weet ik wat allemaal wat hij gedaan heeft. Hij zit in ieder geval in de rolstoel. Hij is vanmiddag hier wel eventjes geweest. Maar nu gaat het allemaal niet lukken. Dus we wensen hem in ieder geval beterschap. En misschien dat hij dinsdag nog eventjes langskomt. Maar we gaan nu kijken naar de clip. En dat is liedje nummer 24. De Party Captains. En van top tot teen. Het laatste nummer uit de Barnevalsliedverkiezing. Zorgen of jij nog hebt gedacht aan mij. Ik wil je steeds bellen om te vertellen, mijn liefste, dat ben jij. Maar als ik je spreek, sla ik meestal dicht. Ze zeggen dat aan de verliefdheid ligt. Ik ben van top tot teen verliefd op jou alleen. Dik naast elkaar staan, kijk jij ondeugend lief naar mij. We dansen en praten heel uitgelaten, de avond vliegt voorbij. En thuis voor jouw deur dan sla ik weer dicht. Maar jij weet dat aan mijn verliefdheid ligt. Ik ben van top tot teen verliefd op jou alleen. Ik doe geen oog meer niet. Nou, was toch een beetje tegenvallen zo aan het eind, hè, dat die dame daar in bed lag. De Party Captains en van top tot teen was liedje nummer 24. Goed, de jury mag de punten gaan geven voor deze vier liedjes. En dan mogen ze, want ze hebben nu alle liedjes gezien, wat ze nu het allerbeste liedje vinden, dat mogen ze nog 22 punten extra gaan geven. Nou, Judith, aan jou de eer om de spits af te bijten. Oké, nou, 21, dubbelzicht. Ja, dat is eigenlijk zoals ik de afgelopen jaren carnaval heb leren kennen. Hartstikke goed, 55 punten. Mm-hmm. De meiden van Changé, ja, altijd leuk natuurlijk, gezellig, helemaal top voor elkaar, 44 punten. Dan Wimmeke, ja, het zag er heel gezellig uit daar in Etten-Leur, maar ja, ik vond het muzikaal wat minder, 22 punten. En dan Mitch en Tommy, de party captains, 44 punten.
En mijn extra punten. Ja, mijn extra punten gaan naar Dubbelzicht. Kijk eens aan. Ja. Nou, 22 punten er extra bij voor Dubbelzicht. Hoe zijn de punten van Thijs voor de laatste vier liedjes? Ja, Dubbelzicht heb ik al vaak ontmoet. Die oude knarren, die doen het verdomd goed. En met de muziek erbij, met Ad Moelands kan het helemaal niet mis. Prachtig nummer. Goede muziek, Ad Moelands erbij. Slim bedacht, maar ook wel terecht. 55 punten. Mm-hmm. Changé met de worsten. Echt die platte volksmeiden, ik lach me er kapot om. Hartstikke goed. En ze gaan nog presenteren ook, heb ik begrepen. Ja, zo plat zijn ze ook. Maar die act is geweldig. Oh, okay, ja. Ik zie het helemaal voor me. 44 punten voor de worstjes. Wimmeke en de kastelein. Ja, helaas een beetje slecht geluid uit de Leur. Jammer, want het zag er gezellig uit en een prima nummer. Maar ja, daar heb je het weer. Ik heb het al vaak gememoreerd. Let bij die opnames op het geluid en de muziek in de afstemming. 33 punten. De Party Captains. Ook een prima nummer. Hedendaagse carnaval, uptempo. Ik moet eraan wennen, maar het hoort erbij. En het klinkt verdomd goed. 44 punten. Mijn extra punten blijven in onze stad. Die gaan naar Prinsenhagen, naar Aartse Bluff. Goed zo. Dankjewel, Thijs. Dank. En dan Chris Roelands, die gaat ook voor de laatste keer zijn puntjes geven. Hè? Ik ga het even snel doen, hoor, want we zitten in tijdnood. Mm-hmm. Dubbelzicht krijgt bij mij alles voor elkaar 33 punten. Changé, daar is alles over gezegd, 33 punten. Oh nee, 44 punten. Wat is het nou? Ja, 44 hoor. Wimmeke en de Kasteleins heeft er dus ook alles over gezegd, 22 punten. En de Party Captains, 55 punten. 55 punten. En de extra punten die gaan naar mij, naar 8 maal. Waarom? Omdat ze voor de eerste keer meedoen. En een schitterend leuk nummer hebben we al in de hoofdlijf hangen. De bal is rond, jaar in, jaar uit, met 22 punten extra erbij voor 8. Dit was het. Goedenavond. Ja. Dank u. Dit was 8 nieuws. Dan gaan we nu naar Brandpunt. Dubbelzicht krijgt van mij 44 punten. Leuk, goede tekst. Altijd, hè, jongens. Perfect gedaan. Changé, meiden. Daar gaan we, hè. 44 punten voor die worstjes. Ed de Leur, leuk gedaan. Toch goede presentatie. 22 punten. Party Captains, leuk. Een echte meezinger. 44 punten. En mijn 22 extra punten, die gaan naar het ver. Spek. Mee aaier. Nou. Dat varieert dus allemaal, hè. Dus wat dat betreft hebben we echt wel een hele goede jury. Want iedereen die denkt er af en toe toch heel anders over. En wat geeft dat een beetje als eindstand, Pepijn? Want daar zijn we nu wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik weet niet of dat we dat ook in de beeld krijgen. Ik zie daar in ieder geval al wat staan. In ieder geval, we zien de nummertjes staan. Dus we gaan gewoon bij nummer 5 beginnen. Ja, bij nummer 5 begint aan. We gaan ze niet allemaal opnoemen. Oké, daar komen ze opeens allemaal aan. Ja. Dat is het duo, de muts. Het duo, de muts. Oh, wacht even. Ze zijn. Even kijken of dat ze dat. Het wil nog niet. Nee, nou ja. Ga jij het alvast komt eraan, ik ga verder. Ja, jij gaat gewoon door. Nummer 4, oké dan. Spek mee aaier. Ja. Ik moet wel bij zeggen, de komende 3 staan allebei op. Nou, nummer 2 eigenlijk. Oh ja, oké. Nummer 2, Dubbelzicht, het carnavalsgevoel. Ja, dus 2 en 3 is ex aequo. Ja. En nummer 2 is ook nummer 2. Dus zat van uw kop tot aan uw kont. Ja. En dan nummer 1. De nummer 1. Even kijken, wat kan dat dan zijn? Wat kan dan 1 zijn? Aartse Bluff. Nummer 1. Ja, Aartse Bluff. Oh ja? Alles op zijn kop. Oké. Nou, dat is dus volgens de vakjury het allerbeste liedje. Nou, ja, leuk zeg. Hebben jullie goed... iedereen mee eens, een beetje zo? Kunnen je daarin vinden? Dan heb je ook wat, hè? Waren geweldig. Zeg, het is hier een drukte geweest vanavond met al die kapellen en al die zangers en al die zangeressen. Warm is het hier vreselijk in de studio. Lekker pilsje, zullen wij aan een pilsje gaan? En een envelopje. Ja. En zo dadelijk hebben we, tenminste zo na, we hebben reclame en dan krijgen we nog een soort aftiteling of aantiteling. Ik weet niet precies hoe dat je zoiets noemt. En daarna krijgen we de compilatie, krijgen al die liedjes nog eens een keer te zien. En daarna
kan er gestemd worden? Want ja, dat is eigenlijk nog belangrijker dan de vakjury. Het kan bijna niet belangrijker. Maar nog belangrijker dan de vakjury dat de kijkers van Baronie TV gaan stemmen. En dat kan dan via het telefoonnummer 076-711-0364 of via de sms 3669. En dan lied en dan het nummer van het liedje wat je het beste vindt. En dat kan ook via de site van Baronie TV. Nou, zo kun je stemmen en dat kan dan nog tot komende dinsdag. Goed, dit is wel een aparte prijs. Dit is een aparte prijs, ja. Dus Arts Bluff heeft sowieso de juryprijs. Dus Thijs, die moet jij uitreiken, voorzitter. Wist je dat al? Ja, bij deze. Ja, dat had ik vergeten te zeggen. Hè? Ik rijk die graag uit. Ja. Hé, hey, ik bedank jullie heel hartelijk. Zullen we nog even een biertje gaan drinken? Ja, we moeten er even bij. En ik ga een schobbelen nemen. Ik heb een beetje last van mijn keel. Ik heb een beetje last van mijn keel. Zeg bedankt en... Op zeker van mij. Oh. Ja, oké. Okay. Gezondheid. Ja, gezondheid. Proost, hè. Ja, oké. Okay. Proost.